dinsdag. We hebben heel weinig geslapen, want muskieten all over the place. We waren 's nachts wakker. Muskieten, ik zit er helemaal onder. But it's so good. Hi! We gaan de dag beginnen. Ik heb echt 4 uur slaap gehad, denk ik. Alle boodschapjes zijn opgeruimd. Nog even bloemetjes doen. Ik heb hele mooie kleine babyroosjes gehaald. Kijk hoe leuk. Oh, kijk hoe mooi. Ah. En dat was ter inspiratie van het nieuwe product. Die ik dus binnenkort ga lanceren. Niet de rozen per se, maar het gevoel wat rozen me geeft. De kleur, jullie zien me helemaal niet. Het gevoel wat rozen je geven, wat rozen mij geven, wat ik heel belangrijk vind. Het heeft ook wel echt met vrouwelijkheid te maken. Ja, het is heel mooi. Het komt binnenkort uit. En het is zeg maar een beetje in deze kleuren. Maar ook andere mooie kleuren. Ach, het wordt zo leuk. Het wordt zo leuk. Terwijl de jurk was ook geel natuurlijk. Maar we hebben nu iets... Nee, ik kan het nog niet zeggen. Nee, ik wil nog niet zeggen. Want ik krijg deze week de samples binnen. En dan pas gauw het zeggen. Zo, mijn mooie bloemen staan er. Kijk hoe mooi. Oh, ik kan er echt van genieten, hè, bloemen. Ik ga eventjes mijn pan afwassen. Want die gaat niet in de vaat. Ik moet echt even drinken, wacht even. Ik heb dus altijd deze, of die van Vita Core. Maar die hebben ze niet meer bij ons bij de Albert Heijn. En bij de Jumbo ook niet. Dus ik had deze gehaald. En ik heb nu eentje van de Albert Heijn gehaald. Ik moet nog even proeven of die lekker is natuurlijk, maar... Ik weet niet waarom die er niet is. Oké, ik ga mijn pan afwassen en dan ga ik eten maken. Ik ga India's eten maken, dus curry. Gewoon kip en courgette en... paprika, madraskruiden en lekker kokosmelk erbij. Ik heb ook naan en rijst en dat soort dingen. En ik heb papadum erbij gedaan. Dat vind ik lekker. En ik heb hem inderdaad al opgemaakt. Ja, wat zie jij? Oh, Taylor Swift. Oké. Nou, kies maar een snoepje uit. Met zijn zakjes. Wacht heel even, wacht heel even. Goedemorgen jongens. Het is zaterdagochtend. Oh, mijn camera is een beetje vies. Het komt van de vettige handen. Ik ben me aan het klaarmaken, moet ik zeggen. Het is net 7 uur geweest. En ik ga met de kids en mijn schoonzus met haar oudste naar Amsterdam. We gaan naar Nemo, dat is het Science Museum. Ik moet echt nog wakker worden, dat hoor je wel. Gaan we met de trein, met de kids. Gaan we daar lekker gezellig even een dagje doen. En daar hebben we zin in. Ik moet echt nog even wakker worden. Ik ging heel laat slapen, want ik ging Dubai Blink kijken. In één keer had ik daar zin in. Dus ik heb gewoon het hele tweede seizoen afgekeken. Dus ik ging om 2 uur slapen. Dus ja... Het was laat. Het ging net om 6:30 mijn wekker. Dacht ik, oh ja. Oh ja. Dus vandaag leven op adrenaline. Maar het wordt gezellig. Leuk dagje met die meisjes. En mijn schoonzus heeft een jongetje trouwens. Dus ik heb daar zin in. Ik vind dat echt leuk. Ik ga even een beetje make-uppen. En dan gaan we even ontbijten. En dan ben ik 2:30 even naar het station. Of even niet met de bus. En dan pakken we daar lekker de trein. Ik heb echt wel zin in. Ik doe geen foundation op trouwens. Want ik ben een beetje wat donkerder geworden. Dus lekker minimale make-up. Het wordt ook niet super heet vandaag. Dus dat is op zich wel lekker als je zo'n dagje weggaat met kindjes, met de trein en zo. Dus ja, ik ga me even verder klaarmaken. En dan gaan we lekker de dag beginnen. Zo, wij zijn aangekomen in Amsterdam. Wij hebben net even koffie gehaald. We lopen nu naar Nemo. Heb je er zin in? Ja. Ja? Dat is zo. Jullie ook? Ja. Het is helemaal niet koud. Dat is wel fijn. Ja. Goedje. Ga maar drukken, meid. Yes, ga maar. Oepsie. Je moet je even goed opletten, oké? Daarom ging dubbelvouw drukken. Oh, dus je wou te snel drukken. Kom maar. Dan wou je te graag. Wat een lekker uitzichtje. En de zon komt door. Oké, doe maar. Laat eens zien. Doe maar. Wow. Hij is nou elektrisch geladen. Wow, vet cool. En laat het los. Oh, het blijft gewoon overeind staan. Oh, hé, hey, kijk. Ik heb nog nooit zulke lekkere pannenkoeken gegeten, mama. Wat zeg je? Ik heb nog nooit zulke lekkere pannenkoeken gegeten. Oh, maak ik nooit lekkere pannenkoeken? Nee, grapje.